Een middel waarmee de aardappelen vlak voor het poten vaak behandeld worden is Monsterin DS. Monsterin DS werkt goed tegen rhizoctoniën. Vaak wordt het middel tijdens het vullen van de pootmachine over de aardappelen heen gestrooid. Maar het kan ook worden toegepast met een poederdoseerapparaat. Dit is zo'n apparaat. Hiermee kan Monsterin DS veiliger worden toegepast dan wanneer het middel los over de aardappelen heen wordt gestrooid. De toepasser komt minder in aanraking met het middel en er komt ook minder middel in het milieu terecht. Vooral op een dag met veel wind zal het verschil duidelijk zichtbaar zijn. De Monsterin die in de voorraadbak van dit SIBO-apparaat zit, wordt door een ronddraaiende borstel door een gaatje geveegd. De afgifte wordt bepaald door de grootte van het gat. Het poederdoseerapparaat geeft een constante hoeveelheid Monsterin af. De gebruiker weet vaak bij welke pootafstand en welke rijsnelheid de dosering van 2 kilo per ton afgegeven wordt. Dit is in het begin vaak even puzzelen. Het poeder komt onderin de bak terecht. Tijdens het poten worden de aardappelen en de Monsterin gemengd, waardoor de aardappelen gelijkmatig bedekt worden. De lege verpakking kan gewoon bij het bedrijfsafval.